Wat fijn dat u op dit tijdstip kon komen. Ja, ik zit anders toch de hele dag thuis tussen de dozen. Nee, dat is inderdaad niks, nee. Nee, dat is helemaal niks. Even kijken. Waar we het vandaag over gaan hebben... Ik denk dat het goed is als we even samen naar de huidige situatie gaan kijken. Even bedenken wat de beste oplossingen zijn voor het probleem. Probleem? Ja, waar ik u over heb gebeld. Dat er in de pauze een leerlingenpaken is lastiggevallen. Hè, en dat uw zoon daarbij betrokken was. Ja, dat zei je al, ja. Ja, nou. Ja. Er is natuurlijk veel aan de hand, hè, thuis. En ik denk dat dat effect heeft op zijn gedrag. Volkomen logisch natuurlijk, maar daar wil ik het wel even over hebben. Maar wil je het nou over mijn zoon of over mijn man hebben? Ex. Ik zit hier toch niet bij een relatietherapeut of zo? Nee, over uw zoon uiteraard, maar wel in relatie, hè, tot de situatie thuis. Daarom is het ook zo jammer dat uw man of ex er niet bij kan zijn. Ja, vertel maar wat. Altijd hetzelfde liedje. Komt zijn afspraken nooit na. Nee. Zit ik hier weer in mijn eentje? Ja, dat is heel vervelend voor u, bedoel ik, hè? Ja. Nogal. Ja, maar heel fijn, hè, dat u er wel kan zijn. En alles wat hier wordt besproken, wordt overigens niet zonder uw toestemmingen gedeeld met uw man. Ja, goed, maar ik snap dus niet zo goed wat ik hieraan kan doen. Hè, dat pesten, dat gebeurt toch hier op school? Ja, dat klopt. Ja, precies. Dan moeten jullie daar dus beter op letten. En alsof andere kinderen zulke lievertjes zijn, nou, hè? Ja. En is het wel pesten? Spelen, stoeien, dat kennen best wel raar gaan thuis, hoor. Ja, maar wat uw zoon doet, dat is niet helemaal hetzelfde als spelen wat andere kinderen doen. Oh, nee? Nee. Hij scheldt andere klasgenootjes uit, geeft ze soms een flinke duw. Spreekt heel vervelend achter hun rug om over ze. Weet je, ziet u dat het echt wel anders is? Pesten? Ja, net zijn vader dus. En als het al zo is, hè, dan weet ik dus niet wat ik daaraan kan doen. Ik heb zelf ook wel even genoeg aan mijn kop, snap je? En trouwens, in deze maatschappij kun je beter maar een beetje hard zijn, hè, voor jezelf opkomen. Nou, dan kunnen ze maar beter vroeg genoeg leren, juffrouw. Ik zie dat echt wel anders. Ik denk dat het belangrijk is dat juist zijn ouders duidelijke grenzen gaan stellen. Dat heeft op deze leeftijd nog heel veel impact. Impact? Ja. Vertel maar wat over impact! Het zou ontzettend veel schelen als jullie wat meer structuur kunnen bieden, hè? Goh. Afspraken maken onderling. Hij komt heel vaak te laat, heeft zijn spullen niet bij zich. En hij zegt dat het komt omdat hij de ene keer bij zijn vader is en de andere keer bij zijn moeder. Maar het is voor hem niet duidelijk wanneer dat is. Moeten we dan weer gaan samenwonen? Nee, goede oplossing, zeg! Zo! Ik dacht dat leraren slim waren! Ja, dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Ik wil alleen maar samen met u... Dat bedoel je niet! Nee, ik wil alleen maar samen met u overleggen hoe we deze hele situatie wat stabieler kunnen krijgen. Hè? Zodat het pesten gaat stoppen. School is toch stabiel? Dan moet het hier dus gebeuren. Luister, ik snap echt niet waarom jij steeds thuis erbij haalt, het hoor. Het kan niet zo ik ga langer ervan uit doorgaan. Dat jullie het oplossen. Hè? Jullie worden toch betaald? Oké, weet je, ik heb het gevoel dat we nu langs elkaar heen praten. Oh, nou, ik heb dat gevoel helemaal niet. Ik wel, dus ik wil dit gesprek nu stoppen. En de volgende keer praten we verder wanneer uw man erbij is. Ja, dat is een goed idee. Zeg, nodig hem maar weer uit. Kaken of hij komt. Oh ja, trouwens, als haar wel komt, dan ben ik er niet bij.